welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een pakketjes unboxing. Ik ben een week weg geweest naar Spanje en ik heb het super leuk gehad. En toen ik terugkwam lagen er hier een heleboel pakketjes. En het is genoeg om er een hele video over te maken. Dus ik dacht, in plaats van Sai hier in mijn uppie unboxen, kan ik het ook doen samen met jullie. Ik was dus in Spanje en ik heb daar een heleboel make-up gehaald die hier niet te koop is. Dus ja, die ga ik ook laten zien en vandaag unboxen. Ik heb het nog niet gebruikt, gezien, unboxen of whatever. Ik heb het naar hier gebracht om het hier te gaan gebruiken. Maar ja, aangezien ik vandaag deze video maak, had ik iets van ja, nou dan kan ik die er ook gewoon bij knallen. Dus ik ben vandaag weer extra enthousiast, want ik ben altijd super benieuwd naar wat ik allemaal heb gehad. Een aantal dingen heb ik gewoon besteld. En een aantal dingen heb ik gewoon gehad in PR. Dus dan weet ik ook niet echt wat er nou echt precies in zit. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het gaat waarschijnlijk allemaal make-up zijn. Maar ik heb ook kleding volgens mij gehad. Dus ja, het zijn gewoon een aantal beauty pakketjes over het algemeen. Dus hou jij van dit soort video's, vergeet dan niet een dikke vette like achter te laten. Zo weet ik dat men hiervan houdt. En dan maak ik meer van dit soort video's. Vergeet ook niet te abonneren als je op de hoogte wilt blijven van mijn 4 video's in de week. Elke maandag, woensdag, vrijdag en zondag om 1 uur. En dan gaan we snel beginnen met de unboxing. Mensen, wat vinden we van mijn ooglook vandaag? Ik heb een look gemaakt voor Instagram. Deze look staat op Instagram. En er staat ook een video bij met hoe ik het heb gemaakt. Super cute. Oké, maar in ieder geval, we gaan unboxen. I cannot wait. En ik ga gelijk beginnen met de make-up van Spanje. Want ik wil het graag zien en laten zien. Ik heb hier een bag van Sephora. Wij hebben hier geen Sephora, helaas. Ik hoop dat die er ooit komt. Maar daar wel. En daar hadden ze allemaal make-up brands die hier in principe niet te koop zijn. Ik heb me ook echt specifiek gericht op make-up die hier niet te halen is. Want als het hier al is, dan hoef ik het daar niet te halen. Dus ik ben die winkel ingegaan. En ik ging echt op zoek welke make-up hebben wij hier niet. En die ga ik dan inslaan, want nou is mijn kans. Dus dat heb ik gedaan. Dus ja, ik ben een beetje hem gegaan. Hier zit ook make-up bij die ik ook bij een andere winkel heb gehaald. Want ze hebben daar ook een soort van warenhuisachtig iets met heel veel make-up brands. Daar waren er ook een aantal brands die wij hier hebben. Zoals Maybelline en zo. Maar daar hadden ze ook weer een aantal producten van die brands die wij hier weer niet hebben. Dus ook die heb ik ingeslagen. En ik heb gewoon alles hierin gedaan. Dus let's begin. Ik ga beginnen met een lipstick set van Anastasia Beverly Hills. Dit is een matte lipstick set met 4 lipsticks. 4 hele mooie nude kleurtjes. Deze brand is hier wel te koop. Maar ik was onderweg om te gaan betalen. En ik zag dit daar staan. En ik dacht, ja, ik vind het wel heel cute. En het was niet heel duur. Iets van 25 euro of zo. Met 4 prachtige lipsticks. Ik heb nog geen enkele lipstick van Anastasia. Dus ik ben extra benieuwd. Het zijn volgens mij wel kleine. Ja, deze zijn allemaal klein. Maar op zich is het best wel groot. Kijk hoe cute. Oh my god. Ik ga even alle kleuren gewoon swatchen op mijn hand. Oeh, deze is een soort van glitter of zo. Er stond op mat, maar ja, misschien dan gewoon mat met glitter. Kijk, 4 hele prachtige kleuren. Deze 2 hier zijn mat en die andere 2 zijn een beetje glitterachtig. Heel erg mooi. Ik vind vooral de bruine mooi. Deze hier, I like it. Ik ga waarschijnlijk alle make-up ook nog proberen in een video, dus stay tuned voor die. Toen ik Sephora inliep was een van de allereerste brands die ik zag Milk make-up. Milk is hier niet te koop bij ons, maar ik heb er... Okay, zo. Ik heb er heel veel goede verhalen over gehoord. Het is wel een beetje een high-end brand. Mensen, Sephora heeft vooral high-end brands. Dus alles is vandaag een beetje duur. En ik heb de Grip Primer gehaald. Want die schijnt super goed te zijn. Ik heb er heel veel video's over gezien. Dit is hem dan. Dit is gewoon een primer voor je gezicht. Hij was best wel duur, maar ja, kennelijk is hij het wel echt waard. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Wat ik ook zag was, Kat Von D was daar ook te koop. Dus ik heb de Lolita matte lipstick gehaald. Als je een beetje bekend bent in de make-up world, dan heb je hier al van, vast al van gehoord. Lolita was een super populaire brand. Een aantal jaar al terug al wel, maar ja, ik heb hem pas nou. Dus ik dacht, ik ga deze halen en ik vind de kleur inderdaad heel mooi. Het is een beetje een, ja, wat voor kleur is dit jongens? Een beetje een plumachtige kleur. Ja, heel mooi. Dus deze heb ik gehaald. En dan heb ik ook van Kat Von D een contourpaletje gehaald. Ze hebben ook zo'n grote contourpalet. Ik wilde die, alleen die was er niet, maar ze hadden het wel in het klein. En ik heb in de kleur Deep, want je had ook licht. Maar ik dacht, ik denk dat die lichte iets te licht gaat zijn voor mij. Dit is hem dan.
En dit is dan de contourkleur en een wat lichtere kleur. En ja, ik vond hem toch best wel licht. Dus vandaar dat ik ben gegaan voor deep. En hiermee wil ik dan gaan contouren. By the way, fun fact. Kat Von D is dus van de vrouw. Kat Von D, zo heet zij. Maar zij heeft dus afstand genomen van haar brand. Dus officieel is dit niet meer haar brand. Leuk om te weten misschien. Oh ja, ik heb hier een fond du teint in de kleur soft bronze. Deze heb ik gewoon gehaald omdat ik deze kleur hier niet kon vinden. Hij is hier wel te koop, alleen de kleur echt kon ik hier niet vinden. Dus ja, deze heb ik gewoon. Ik heb van Tarte. Oh mijn god mensen, Tarte Shape Tape. Oh mijn god, ik hoor echt in elke video, Tarte Shape Tape is zo goed. Is de beste concealer ever. Helaas hier niet te koop, maar daar wel. Dus deze heb ik zeker gehaald. Dit schijnt echt de beste concealer ever te zijn. Ik heb hem in de kleur Light Medium Sand. Dus hier ben ik ook heel benieuwd naar. Ik ben hier echt heel enthousiast over. Ik kan echt niet wachten om het te gaan gebruiken. Ik heb Fenty, heb ik ook. En ik heb hier een contour stick van hun. In de kleur Truffle. Ze hebben echt superveel van die sticks in allemaal verschillende kleuren. Maar ja, ik dacht ik haal gewoon een contourkleurtje. Ik krijg hem alleen niet open jongens. Oh my god. Fenty is hier ook niet te koop. Dus ja, ook die sla ik dan in. Prachtige verpakking. En dit is dan de stick. Kijk, een mooie bruine kleur. En hiermee wil ik dan gaan contouren. I think. Hopelijk. Hopelijk is hij goed. Maar vast wel. Dan heb ik hier een paletje van Sephora brand. Hun hebben gewoon hun brand. Ik zag bij hun niet echt bepaald producten waarvan ik dacht wauw. Maar toen had ik gezien dat ze een aantal paletjes hadden. En dit paletje was er dus één van. En ik had hem daar geswatcht. En de pigmentatie was insane. Hij was zo goed gepigmenteerd dat ik hem gewoon heb gekocht. En dit is hem dan. Hij was ook niet heel duur. Iets van 18 euro of zo. Kijk, je had hem in twee kleuren. En ik ben gegaan voor de beetje groenachtige kleur. Kijk hoe mooi. Ik swatchte het zo op mijn hand. En ik dacht echt, wow, I need this in my life. Dus vandaar dat ik deze heb gehaald. We gaan verder. Oh, deze heb ik dus gehaald in een andere winkel. En hier heb ik een aantal producten gehaald van brands die wij hier wel hebben. Alleen deze producten hebben wij niet. En dat is deze blush. Deze kleur is hier niet, zover ik weet. En deze concealer, die is hier ook niet. Dus deze twee heb ik ook ingeslagen. Deze waren niet heel duur. Is gewoon van, ja, dingen. Ik ben wel lekker duidelijk. Even kijken. En dan als laatste, ook van Fenty, heb ik een gloss in de kleur Sweet Mouth. Dit is de Fenty Gloss. En daar hoor ik ook altijd heel veel goede verhalen over. Dus ik dacht, deze wil ik ook hebben. En ik ga hem gewoon even gelijk op doen. Hele lichte kleur, heel mooi. Hij ruikt super lekker. Oh my god. Wauw, hele fijne gloss. Zeker de hype waard. En hij ruikt heerlijk. Nou, dat was het dan van Sephora. Dan heb ik hier een pakketje van de Ali. Super benieuwd wat hierin zit. Want ik bestel altijd zoveel dat ik niet eens weet hoeveel wat erin zit. Oh, ik heb van die onzin besteld. Kijk even hoe cute. Dit is toch te cute. Kijk even met die gezichtjes erop. En dit is voor in je auto. En dan hang je die zo op. En je kunt dan daar hier dan iets hangen of zo wat jij wilt. Ik vond het wel cute. Ik heb het gewoon besteld. Het is wel gewoon onzin. Maar het kan handig zijn. Dan heb ik hier nog twee pakketten. Ook van de Ali. Ik begin met dit pakketje. Oké. Mensen gaan nou echt iets hebben van Sarah. What the F. Je hebt echt geld te veel. Dit was 2 euro. En dit is niks. Letterlijk niks. Nothing. Kijk, nothing. Dit is een hartje met niks erin. Dit is dus, dit slaat echt op niks. Dit is dus voor mensen die misschien alles al hebben. En je moet een cadeau hebben voor hun. En je haalt dan voor hun gewoon nothing. Gewoon niks. Ik ga stuk. Waarom haal ik dit soort onzin? Ben ik de enige die dit soort onzin haalt? Dus ik wilde dit als grap doen bij iemand. Zo van, ik heb een cadeautje voor jou hier. Niks. Dus ja, dit is een hartje met niks erin. Maar god, ik sta echt verschut nou hier. Oké, mensen, ik ga dus dit cadeau, wat dus gewoon niks is, niks. Ik ga mijn moeke hiermee verrassen. Ik ga zien wat zij hiervan vindt. Ik ga stuk. Ik heb hier inpakpapier. En dit ga ik er gewoon zo in doen. Alleen, hij valt er heel te uit. Dat is wel vervelend. Kijk, en dan pak ik hem gewoon zo in. Zo, cadeautje. Hey, zusje.
Hallo. Kom je mee? Ja, ik kom mee. Moeke? Ik heb een cadeautje voor jou. Dat is mooi, een hartje. Is dit voor Valentijn? Het is pas 11:02, hoor. Het is niks. Het is niks, ja, Matt. Het is gewoon niks. Het is gewoon een lege hartje. Ja. Waarom ga je dit nou vullen, Sarah? Met niks, dat is het. Het is gewoon niks. Dit is het. Dit is gewoon een lege hartje. Ja, gewoon niks. Nou, daar heb ik er wat aan. Is toch grappig? Ja, is heel grappig. Nog een pakketje. Oh mensen, dit pakketje kan ik niet laten zien, want die is niet voor mij. Die heb ik voor iemand anders besteld, dus ja. Dan hier, ook van de Ali, nog een pakketje van de Ali. Oh, dit is van Wish. Mijn pleegzusje vroeg mij of ik voor haar iets kon bestellen bij Wish. En dat heb ik gedaan. Het is zo'n set met een wollen trui en dan een broek erbij. Heel cute. Die heeft wel echt lang op zich laten wachten, joh. Ik heb die echt al 2 maanden terug of zo besteld. Nou, dat is dus dit. Dan heb ik hier een bestelling van Revolution. Ik ben benieuwd. Dit heb ik gewoon besteld. Is geen PR. Ik heb dit besteld. Lekker fel voor op mijn voeten. Vond ik wel mooi. Ze hebben nou een brand nieuw concealer. Oh my god, deze heb ik ook besteld. Die is net nieuw. Die schijnt super goed te dekken. Hij blijft ook kennelijk lang op de huid. Als je hier een video over wilt zien, let me know. Want dat wil ik graag doen. En ik heb ook een primer van hun besteld. Dus heel leuk. Dat was het. Oh, van de make-up ben ik iets vergeten te laten zien. En dat is dit product. Deze heb ik al gebruikt in Spanje, want ik kon niet wachten. Dit is dus de grote variant van die ene concealer van hun. En hier is hij dus in het groot, maar dan als fondutair. En ik vind hem echt super fijn. Alleen is die ook hier niet te koop en ik snap niet waarom niet. Maar ik vind deze echt toppen, jongens. Oh my god, dit was ik even vergeten te laten zien. Ik heb hier een pakket van Happy PR. Dat is een PR-bedrijf. Ik weet begon niet wat hierin zit, dus ik ben echt super benieuwd. Oh my god. Iets om je gezicht schoon te maken of zo. Dit is de inhoud. Dit is nieuw voor mij. Van Webbekos of zoiets. Ik ken dit niet. Ik heb echt geen idee wat voor brand het is. En ze hebben 3 producten. Een One Step Cleanser en 2 lotions. Een groene en een roze. Deze is voor normaal tot droge huid. En de andere is voor de normaal tot vette huid. Ik heb normaal tot droog, dus deze is voor mij geschikt. Oké, leuk om je gezicht schoon te maken. En dan staat hier erbij wat het allemaal is. Ze zijn allemaal €20 per stuk. En te koop via www.webbekos.com. Ik ken de brand niet, maar ik ben heel benieuwd. Bedankt hiervoor. Love it. Ook heel leuk zo die felle kleuren. Ik heb hier ook een pakket gehad van Queen Darcy. Daar ben ik altijd heel enthousiast over. Ook hierin, ja, ik weet niet echt wat erin zit. Oh, hun verpakking is altijd zo mooi, jongens. Kijk dit hoe mooi. En dan gewoon zo openmaken. Oeh, wimpertjes! Wimpertjes en zwarte lijm, deze gebruik ik altijd. Dit is zo'n ding om het mee aan te brengen. En dan heb ik 4 wimpers. Ik heb hier Ivy. Ik heb hier Bella, ook heel erg mooi. Jasmine, ook heel mooi. En ik heb Diva, ook heel mooi. Dus ik heb 4 wimpertjes van hun. Ben ik blij mee. Woehoe. Ik heb hier weer een pakket van Chiquelle. Dit is kleding, heb ik gehad in PR. Dus I cannot wait om te zien wat hierin zit. En om het ook aan te doen. Want ja, iedereen moet toch wel zien hoe alles staat. En ze hadden mij ook, even kijken in de mail, met de code Mariek, mijn achternaam, heb je 20% eraf van de hele site. Behalve sale en het is 5 dagen geldig, dus be quick. Hier is zo een leuke wintershirt, of ja, trui, sweater. Oeh, ik vind hem heel zacht, I like it. Beetje zo crop top-achtig. Nou mensen, dit is dan trui 1. Ik heb gewoon even mijn sportbroek aan. Want ja, whatever. Ik doe toch alleen maar truien aan, dus who cares. Hij is lekker warm. Hij is heel erg dik. Zo is hij van meer close-up. Dit hier zit echt perfect om de nek, de kol. En hij is zo hier strak en dan zo hier wijd. Hij is wel kort, dat moet je wel weten. Maar zo in een broek of zo is wel leuk als je hem zo in je broek doet. Zo is hij van achteren, is hij dus ook gewoon kort. Maar ik vind hem echt heel leuk met een broek zo. En dan zo
in de broek doen. Ja, dit zou ik echt super cute hebben gevonden. Zo los vind ik hem mij niet echt staan, want dat maakt mij een beetje dik altijd. Maar ja, voor de rest vind ik hem wel heel erg leuk en hij is lekker warm. En de kleur is een beetje zo apart. Het is zo off-white met van die vlekjes of zo. Ja, ik vind hem leuk. Ik heb hier een gewone, normale, simpele trui. Kooltrui. Ook heel leuk in het bruin. Ik hou altijd van bruine kleuren. Ik vind het altijd heel mooi. Nou, dit is dan de trui. Ja, niet echt iets heel speciaals of zo. Het is gewoon een normale trui. Hij schijnt een heel klein beetje dol, maar dat komt ook wel door de belichting hier. Maar voor de rest vind ik hem heel leuk. Hij is best wel dun, daar moet je wel op letten. Maar hij voelt wel goed aan. Ik vind het materiaal echt heel erg fijn. Dus ja, I like it. Ik vind het een hele cute call. By the way, ik heb hem in maat M. Die andere trui heb ik ook in maat M. Ik heb volgens mij alles gewoon in maat M. Ja, heel leuk. Ook gewoon zo mooi, zo lang tot aan de handen echt. I like it. Heel leuk dit. Ja. Niet echt iets spectaculairs. Hier heb ik nog een trui. Deze is een beetje apart. Want die is zo met een kool. En dan zo hier heb je niks. Dus je hebt het dan zo hier gewoon bloot. En dat vind ik altijd wel mooi. Dus deze vind ik ook heel leuk. Ook in een beetje een bruinige achtige kleur. Nou, ook dit vind ik heel leuk. Deze schijnt wel echt door. Hij is echt best wel dun. Dus ja, let op wat je eronder doet. Kijk, en zo hierachter is hij ook open. Ja, ik vind hem heel erg leuk. Ja, alleen hij schijnt wel echt door. En de stof is heel dun. Dus let daar wel op. Maar voor de rest vind ik hem echt heel cute. Ik vind de kleur ook heel mooi. I like it. En als laatste heb ik hier een zwarte dress. Deze is wel dun, maar wel zo van dat dikke materiaalachtig. Deze is gewoon helemaal zwart, helemaal lang. Hier heeft hij een touwtje en helemaal tot over de knie. Dus hier ben ik ook heel enthousiast over. I like it. Nou mensen, dit vind ik echt heel leuk. De stof is ook super dik. Hij is mooi lang tot over de knie. Als je het kunt zien, ik denk het wel. Van achteren is hij gewoon helemaal dicht. Oh, I like it. Ik vind hem echt heel leuk. Onder is hij een beetje zo wijdachtig, als je kunt zien. Hij gaat niet helemaal strak. Maar voor de rest is hij hier allemaal wel strak. Je hebt ook hier zo een touwtje. En hij is echt super mooi. De kwaliteit is echt heel goed. Hier wordt hij strak en hier is hij een beetje zo fluffy-achtig. Of hoe ik het ook moet beschrijven. Maar dit vind ik echt heel leuk. Dit is echt mijn ding. I like it. Heel mooi dit. Oh, en die stof is ook echt geweldig. Oeh. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Nou, dat was het dan qua kleding. En dan heb ik hier nog een pakketje van de Ali. Dit is een haarband. Ik bestel die altijd daar. Want daar is het gewoon super goedkoop. Gewoon zo zwart. It's a mess. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Oh mijn god, ik verpest mijn hele haar. Ik gebruik die altijd in mijn video's. Want ik moet altijd iets in hebben om mijn haren naar achteren te doen. Dus ja, heel cute dit. Gewoon zwart. Niet echt. Niet iets spectaculairs of zo. Nou, en dat was het dan. Dat was het laatste pakketje. Nou, ik hoop dat iedereen heeft genoten van de... Ik ben super benieuwd naar alle producten. Ik ga alles weer proberen. Als je iets terug wilt zien in een video, let me know. Want dan maak ik dat met alle plezier. Dat was het dan. Meer valt er niet over te vertellen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's in beeld die je ook kunt gaan zien. Ik plaats hier mijn hoofd in beeld om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!